Wat is jouw prioriteit in jouw relatie? Om maar een paar te noemen. Ik ken veel mensen die werken hard, zijn druk bezig. En die zeggen, nou, mijn werk is de eerste prioriteit. Mijn kinderen de tweede. Mijn relatie thuis inderdaad de derde. Mijn hobby's en vrienden de vierde. En mijn familie en sociaal leven en bestuursleven, et cetera, verenigingsleven, de vijfde. Nou, laten we eens kijken. We kijken eens even naar Frans en Claudia, hoe die dat ervaren. Ik ben nu Frans. Frans zegt, nou ja, een prioriteit. Mijn werk natuurlijk. Hè. We hebben een jong gezin, we groeien op. Brood moet op de plank. Claudia, hebben we gezegd, die gaat primair voor de kinderen zorgen. Dus ik werk. Ik ben gek op de kinderen, daar doen we het voor. Dus de tweede prioriteit is de kinderen. Derde, een beetje ja, twijfel, is het nou mijn relatie met Claudia? Of zijn het te vele hobby's en sport die ik toch ook wil doen? Ja, dat is het voor mij, Frans. En jij, Claudia? En Claudia zegt, nou, voor mij zijn de kinderen absoluut prioriteit nummer 1. En als ik daar goed over nadenk, dan een tijdje geleden was mijn moeder heel erg ziek. Mm-hmm. En mijn vader kon het alleen niet aan. Dus ik heb heel veel zorg overgenomen. En in die tijd was mijn gezin van herkomst echt prioriteit nummer 2. Was heel belangrijk. Ja, was je wel veel weg, vind ik hoor. Precies. Ja. Oké, dankjewel Claudia. Mm-hmm. We hebben allemaal heel veel verantwoordelijkheden, dat klopt. En iedere dag kiezen we weer welke prioriteit wij waaraan wanneer geven. Dat bepaalt ons gedrag. Maar een prioriteit kan ook een houding zijn. Dan gaat het niet zozeer om de situatie, maar de houding waarmee jij mensen en taken bejegent. Staat altijd werk bovenaan of zijn de kinderen altijd het meest belangrijke, maakt niet uit wat er gebeurt. En hoe voelt dat om met deze houding in je relatie te staan? En niet alleen houding, het is een soort van software. Zoals het van binnen voelt hoe je systeem draait. Dan wat zou er nou gebeuren als je relatie thuis de topprioriteit is? Dat is waar het om gaat. Dat staat ver weg op nummer 1. Je relatie met je partner inderdaad nummer 1 stellen. Nou, wat zou er dan met Frans in eerste instantie gebeuren? Wat zou er zeggen? Kijk even naar Frans. Nou, Frans zal zeggen van ja, wacht even, dat vind ik eigenlijk wel een prachtig idee. Maar ik moet het werk toch allemaal doen en waar blijft dan mijn vrijheid die ik zo graag heb? Ik hou van de weliswaar de kreet vrijheid in verbondenheid. En natuurlijk zijn we verbonden, maar waar blijft die vrijheid? En ik kan ook niet de hele tijd maar met jou, Claudia, dan bezig zijn. En Claudia zegt, nou eerlijk gezegd, de relatie met Frans bungelt toch wel behoorlijk aan het eind van mijn prioriteitenlijst. Dat moet ik echt toegeven. Er is altijd zoveel te doen. En ik zie hem toch ergens als vanzelfsprekend aan. En dan geef ik toch vaak niet de aandacht aan hem die ik misschien eigenlijk zou willen geven. Ja, een soort rustige en goede broertje-zusje relatie. Mm-hmm. Maar zonder een diepere intimiteit. Ja. Precies. Mm. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk als je de relatie op nummer 1 zet van je prioriteitenlijst? Nou, wat het niet betekent is duidelijk. Betekent niet dat de ander altijd in het centrum van je belangstelling is. Natuurlijk niet, dat kan niet. En het betekent ook niet dat je je afhankelijk maakt van de ander. Maar wat het wel betekent is dat de ander heel erg belangrijk voor je is. Dat je er daarvan bewust bent. Dat door je partner eigenlijk je relatie met jezelf, je emotioneel welzijn, je werkprestatie, je ouderrol, heel erg sterk beïnvloed wordt daardoor. Mm-hmm. Betekent ook eigenlijk dat je actief zorgt ervoor dat de band die je hebt met je partner stabiel blijft. En als er reparaties nodig zijn, dat je die dan ook actief aanpakt. Mm-hmm. Gevolg is dat je een stabiel band hebt. En als je een stabiel band hebt, dan voel je je veilig. En als je je veilig voelt, dan is er ook alle mogelijkheid om je vrij te voelen. Dat te doen wat je wilt of wat je nodig vindt. Nou. Dus echte vrijheid en verbondenheid. Prachtig gezegd. Ja, die stabiele band is ook een dikke band. En dat betekent dus niet dat je niet andere dingen kan doen. Sterker nog, als je een hele stevige band hebt, dan heb je eigenlijk meer tijd om andere dingen te doen. Dan voelt dat vrij, dat voelt alsof er energie achter zit. Niet alleen voelt, dat is zo. Nou, wat we jullie verzoeken is om eens even de komende week uit te gaan. Misschien is het al zo bij je. Maar dat je echte relatie, primair tussen jullie tweetjes,
absoluut op nummer 1 staat. Welk gevoel van zekerheid en vertrouwen en waardering en respect geeft dat dan? En hoeveel makkelijker wordt het dan om andere dingen te doen? Misschien niet in eerste instantie. Nou, wat betekent dat nou in termen van ons bekende verkeerslicht? Waar ga je dan mee stoppen? Waar ga je mee door? En waar ga je mee starten? Nou, binnen een week vernemen we graag van je wat dit voor jou betekent. Jouw relatie op de eerste plek zetten. Veel succes en bovenal veel plezier. Tot ziens. Ciao. Doei.